Gaspard Ulliel, Pierre Ninès, un peu la nouvelle génération. Ils sont un peu ce que vous étiez à l'époque. Allez, bonne nuit, mon amour. Rock and Roll is een heel grappig verhaal van een acteur die op leeftijd is. Hij is 42. En dan speelt hij met een meisje, een jonge actrice die zijn dochter speelt. En die laat ergens zo tussen neus en lippen doorvallen dat hij niet meer zo rockt. Dus misschien niet meer zo ter zake doende is. Dat neemt hij heel serieus. En gaat vervolgens volledig over de top. En dat is hilarisch. En het gaat zoals Fransen dat kunnen. Van serieus en bijna overdramatisch naar slapstick en weer terug. Alle kanten op. Ik ben nu 50, mijn leven is ook een beetje veranderd. Ik hoef niet meer zo nodig vooraan te hangen, vol met drank en drugs, om dat rock'n'roll. Mag ik met u op de foto? Dat je denkt, oh leuk, want mijn moeder is heel erg fan van u. Die krijg ik regelmatig, ja. Maar het feit dat ik gezien word als een oudere man, ja, dat ben ik ook gewoon. Ik ben geen 30 meer, godzijdank. Dat gevecht is wel heel mooi. Dat hebben ze wel heel mooi en leuk tegelijkertijd verbeeld in rock'n'roll. Ja. La la la, quelle panache, quelle vibration de sang.